Janssen Fritsen is een bedrijf dat de inrichting van gymzalen, sporthallen en turnhallen verzorgt. We zijn een bedrijf wat in Helmond is gevestigd. En we zijn internationaal bekend op het gebied van turnen, allemaal internationale toernooien. Nou, we zijn hier in Rijswijk, we zijn in het sportaccommodatie De Altis. En dat bestaat uit twee grote sporthallen. Alle toestellen die hier hangen, die zijn elektrisch bediend. Dus we hebben de klimramen, 2 meter obstakelvrij op hijsbaar. We hebben de flexoclimb, dus de multifunctionele klimramen die wegdraaibaar zijn en weer terugvallen in de muur. Ook dat zijn allemaal toestellen die elektrisch bediend zijn met een sleutelschakelaar. Een belangrijk product hier is de Dual Tube. De Dual Tube zijn eigenlijk de plafondbaskets. Er wordt hier op vrij hoog niveau gebasketbald. En er is gekozen om de baskets vanuit het plafond naar beneden te laten komen en niet te werken met basketbaltorens. We hebben plafondtoestellen die elektrisch naar beneden komen met een zwaaipuntverlager, zodat je op de meest ideale hoogte kan zwaaien. Dus dit is echt een hele moderne sportaccommodatie waarbij de toestellen eigenlijk allemaal elektrisch bediend naar beneden of van de wand afkomen. We staan hier bij een uniek toestel. In principe is het gewoon een springkast. Wij noemen het onze multicast. Hij is gemaakt van rubberwood. In het verleden maakte deze boom rubber, maar toen die daarmee gestopt is, hebben wij daar een springkast van gemaakt. Hij is volledig circulair en dat is wat scholen en gemeentes in de toekomst gaan wensen. In het hele traject voor de ontwikkeling van Sportcomplex De Altis en de samenwerking met Janssen en Fritsen is het allemaal heel goed verlopen. En dat kwam met name door het feit dat Janssen Fritsen ook staat voor de participatie van de gebruikers. Wij stellen heel hoog in het vaandel dat de gebruikers moeten een inspraak hebben op hoe de inrichting plaatsvindt. En met name gericht op het gebruiksgemak. En daar zijn we denk ik samen met Janssen Fritsen heel goed in geslaagd.